Het is het slotstuk van het Joegoslavië-tribunaal. 5 jaar was er nodig voor het proces tegen hun belangrijkste verdachte, Ratko Mladic. De man, die ook wel de slager van de Balkan werd genoemd, kreeg vandaag de straf die bij zijn bijnaam past. Levenslang. Voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tienduizenden doden heeft hij op zijn geweten in voormalig Joegoslavië. En onder zijn slachtoffers duizenden moslims van Srebrenica. All right, where you will be. Het is de dag des oordeels voor Ratko Mladic, de beruchte commandant van de Bosnische Serviërs, die in de jaren 90 enorm huishoudt in het voormalige Joegoslavië. Ook vandaag zorgt hij voor commotie. Hij vindt dat zijn gezondheid te slecht is om het vonnis aan te horen en wil uitstel. Maar hij blijkt ineens sterk genoeg voor een tirade als de rechters daar niet in meegaan. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Op het vonnis heeft het geen invloed. Ratko Mladic wordt onder meer veroordeeld voor de genocide in Srebrenica, waar Nederlandse VN-militairen niet konden voorkomen dat meer dan 7000 moslimjongens en mannen werden vermoord. The crimes committed rank among the most heinous known to humankind. Deze iconische foto herinnert aan die tijd. Hij ging de hele wereld over. En deze man van de foto woont nu de uitspraak bij. Tot opluchting van heel veel mensen. De genocide in Srebrenica vindt plaats in de jaren 90. Als Joegoslavië in een bloedige oorlog uit elkaar valt. De grootste oorlogsmisdadigers komen voor de rechter in Den Haag bij het Joegoslavië-tribunaal. Sinds de start daarvan zijn er 161 mensen voor de rechter verschenen van alle strijdende partijen. De drie bekendste zijn Milosevic, de oud-president van Servië, die tijdens zijn proces overleed in zijn Haagse cel. De Servisch-Bosnische leider Karadzic, die in Den Haag een celstraf van 40 jaar uitzit. En nu dus generaal Mladic, die vandaag is veroordeeld tot levenslang. Ja, Ratko Mladic was actief in Bosnië, in Srebrenica en in de hoofdstad Sarajevo sloeg hij toe. De belegering van Sarajevo begin jaren 90 betekent 44 maanden lang terreur. De kanonnen van generaal Mladic en zijn sluipschutters maken in de stad zeker 10.000 slachtoffers. Om een eigen Servische mini-staat te creëren, zuiveren de troepen van Mladic verschillende dorpen en gebieden door de bevolking te verjagen of uit te moorden. Meest bekend Srebrenica. Onder de ogen van het Nederlandse Dutchbed, de ergste genocide op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog. Zeker 7500 moslimmannen en jongens worden vermoord. In de rechtszaal heeft Mladic altijd ontkend verantwoordelijk te zijn. Anderen gaven bevelen en eenheden handelden zelf. Maar eigenlijk had hij al bekend, destijds op het slagveld. Onaantastbaar was hij toen en trots op wat hij en zijn mannen gingen aanrichten. We gaan naar Rico Nijnenbelt in Den Haag. Ja, Rick, Mladic was de laatste verdachte. Komt hiermee nu ook een einde aan het Joegoslavië-tribunaal? Ja, het Joegoslavië-tribunaal gaat de deuren sluiten eind dit jaar. Dan is het hier klaar. Maar Ratko Mladic die heeft al aangekondigd dat hij in hoger beroep gaat. Dat gaat alleen niet gebeuren hier bij het Joegoslavië-tribunaal. Dat gaat gebeuren bij een speciaal orgaan hier elders in Den Haag. Dus in juridische zin zijn we nog niet verlost van Ratko Mladic. Maar dat neemt niet weg dat vandaag toch echt een historische dag is. Een van de laatste hoofdrolspelers van die bloedige burgeroorlog in Joegoslavië, die stond hier voor de rechters en is bestraft, is veroordeeld. Nou, dat is een belangrijk signaal, zeker ook voor de nabestaanden. Nabestaanden die in Srebrenica bijvoorbeeld de uitspraak konden volgen via de televisie. En correspondent Jeroen Akkermans, die was daarbij. In Srebrenica bidden de nabestaanden tot het vonnis wordt uitgesproken. Radjiba Zaligovic heeft man en kind verloren. Dit is het oordeel waar ze op hoopte. Sretna majka, sretna majka, sretna majka, sretni ili bili ko što sam ja danas. Het ongeluk overheerst nog altijd sinds de zo bloedige oorlogstijd. Op de begraafplaats liggen duizenden mannen.
Safiya Nukic moet in het verdriet berusten. Nee, Safiya kan niet leven met het vonnis. Zoveel doden, zoveel namen. Živi, maar niet sam živa, hè? Hajde, vidim se. Aan de overkant van de begraafplaats ligt de voormalige Dutchbed VN-basis. Het is nu een museum. 430 Nederlandse soldaten slachten er toen niet in de bevolking te beschermen. Nabestaanden slikken hun woede in als ze horen waar we vandaan komen. Da qua televisie. Polanska televisie. Polanska televisie. Polanska. Allah vam dao najbolju nagradu kad nas niste mogli spasiti 95. Makar ste nam sad dali konačan život. En dan maar weer terug naar het dagelijkse gangetje. De wonden zitten nog diep in Bosnië. Maar još mladića po Srebrenici brat ons. Još živi mladića koji se među nama kreću. Al stiče i njih, nadam se, pravda, to što je stigla i njih. Oko za oko, zub za zub, ako Bog da. 22 jaar geleden zijn in Europa ongeveer 8000 mannen één voor één vermoord. Het identificatieproces is nog altijd niet afgerond. Er worden nog steeds slachtoffers begraven. Ja, er is nu vrede op de Balkan, maar een blinde haat is nog steeds voelbaar. Jeroen Akkermans voor RTL Nieuws in Srebrenica.